Nee. En ik denk dat er ook de chance was dat we in Gent zaten. In Gent heeft altijd op alle gebieden iets meer gekund, denk ik. Ik denk dat dat een stuk aan het jarenlange socialistische bestuur ligt, dat er iets meer kon. Maar ik had de indruk dat er in Gent meer kon als op een ander. In het begin was dat ook nog zonder echt portiers en zo. We hebben dan wel een keer een terechtswijzing gehad. We hebben een razzia gekregen. En vanaf dan zijn we echt volledig verbouwd. Zaten we dan ook een wc-madame, waren er twee portiers die rondliepen, stonden wij zelf niet meer aan de toog en liepen wij ook rond en zo. Dus het kon wel, maar ze hebben even gezegd van, oh, je moet hier opletten.